Het is traditie dat elk jaar de gemeente Papendrecht een nieuwjaarsreceptie houdt. En dat de burgemeester een toespraak geeft met terugblik op het afgelopen jaar en de vooruitzichten voor het nieuwe jaar. Het was een mooie opkomst en vele groepen en maatschappelijke instellingen uit Papendrecht waren vertegenwoordigd. Welkom in dat nieuwe jaar 2020. We zitten zo'n beetje al, zijn we weer een week onderweg. Dus het gaat best wel weer hard. En natuurlijk welkom in het gemeentehuis. En dat welkom is namens alle collega's, namens het college. Natuurlijk ook namens de raad, namens de medewerkers van harte welkom. Buitengewoon fijn dat u weer in grote getale bent komen opdagen. En dat u met ons het nieuwe jaar wil inluiden. De stap wilt maken van 2019 naar 2020. En wat een jaar hebben we achter de rug. Lief en leed in Nederland, in de wereld en ook in Papendrecht wisselden elkaar in snel tempo af. Zo stond het afgelopen jaar in het teken van het vreugdevuur op het strand van Scheveningen natuurlijk. Daar zijn we het jaar zo'n beetje mee begonnen en met die discussie ook het jaar weer geëindigd. Het tweejarig jongetje Goelen uit Spanje, die in een 110 meter diepe put terechtkwam, met alles daaromheen. En helaas heeft hij het niet gehaald. Buitengewoon apart om te zien hoe de hele wereld meeleeft en hoe de hele wereld meekijkt met zo'n gebeurtenis. Maar het is ook een prachtige tweede plaats van onze oranje leeuwinnen op het WK. Van een hond in Argentinië die 11 jaar op het graf van zijn baasje heeft gelegen. Over trouw gesproken, en daar gaat iets mis. De Brexit, veelvuldig aan de orde. De ontmoeting van Kim Jong-un en Donald Trump. En tegelijkertijd ook weer het impeachment traject van Donald Trump. Heeft de wereld in de ban gehouden. Het was het jaar natuurlijk van de liefdesbaby Archie. De kleine spruit van Meghan en prins Harry. Ja. Het was het jaar van het schokkende einde van de Game of Thrones. Een einde wat niemand wilde en had verwacht. Maar het was ook het jaar van de moord op advocaat Dirk Wiersum. Het was het jaar dat Ajax kampioen werd. En voor de ene is dan een hoogtepunt en voor de andere is dan een dieptepunt. En het was het jaar dat Nederland won. Voor het eerst in 44 jaar, die won het Songfestival. Het was het jaar van het boerenprotest tegen de continu wijzigende regelgeving en het algemeen gebrek aan begrip en respect voor de boeren. En het was het jaar van de klimaatextremen. Min 49 graden Celsius in Amerika. Harde winden in Nederland, waarbij in Friesland zelfs een windmolen omwaaide. Tornado's, zware overstromingen in heel de wereld. Natuurbranden in ons eigen land, ook iets wat zelden voorkomt. 4 centimeter sneeuw in Limburg. Nou is dat niet zo bijzonder, maar wel als het in mei plaatsvindt. De hoogste temperatuur ooit in Frankrijk, 45,9 graden. En ook in Nederland werd de 40 graden grens overschreden. En natuurlijk niet te vergeten de vreselijke bosbranden die afgelopen jaar begonnen in Australië en nog steeds niet gedoofd zijn. En tot nu toe 23 mensen zijn omgekomen, honderden huizen zijn er afgebrand, 500 miljoen dieren is erdoor gedood en miljoenen hectares bos zijn vernietigd om stil van te worden. En een groot deel van de wereld en daarmee ook een groot deel van Papendrecht die leefde in 2019 in een digitale wereld. Meer dan elk jaar daarvoor. Gemiddeld waren we met z'n allen per persoon zo'n 2,5 uur per dag online op de social media. En e-mail en het normale internet daarbij uitgezonden. Dat is nog niet eens meegeteld. Ongeveer 60% van ons is continu verbonden met die sociale wereld, met die sociale media. En 98% zeggen er de laatste maand mee actief te zijn geweest. Het zijn getallen die eigenlijk absurd zijn. Ons leven speelt af in een wereld anders dan dat we hier met elkaar staan. En telkens lijken jongeren weer een nieuw platform te vinden. Ooit, ik weet niet of jullie het nog kennen, begonnen we met Hives, een social media platform. Nou, dat bestaat in die vorm inmiddels niet meer. Het is, begreep ik, nog wel een soort gameplatform, maar geen social media meer.
Want ja, jongeren stapten massaal over toen de ouderen ermee aan de slag gingen en dat werden nieuwe media. Wat hebben we allemaal gehad? Twitter, ook alweer uit. Wordt nog maar 3 minuten per dag gebruikt door de meeste mensen. We zijn overgegaan op Facebook en ook dat is alweer tanende. Facebook wordt overgenomen door Instagram. We hebben Snapchat en zelfs die media, hoewel ze nog wel iets stijgende zijn, zijn door de jongeren alweer bijna vergeten. Want vandaag de dag is het TikTok. Ik heb er nog maar kort geleden van gehoord, maar ook dat is weer een nieuw social media waar eigenlijk alleen maar kinderen en jongeren op zitten. En eerlijk gezegd, ik maak me daar best wel zorgen om. Want heel vaak is er geen controle. Het gaat om video's die van, over en door elkaar worden gemaakt. Die even snel worden geplaatst. Geen achtergrond hebben. Iedereen kan commentaar leveren. Het is best wel eng wat er allemaal gebeurt. Natuurlijk zitten ook heel veel goede dingen aan dat online leven. We komen op plekken waar we nooit van ons leven zouden komen. We zien plekken die we nooit zouden zien. Contact met andere mensen is snel gelegd. U heeft geen idee hoeveel vrienden je op kan doen op de social media. Je doet bergen inspiratie op. En als je familie aan de andere kant van de wereld woont, of in Sliedrecht, dan kan je contact met elkaar hebben. Kan je elkaar toch zien en spreken. Maar aan de andere kant, ik noemde ook de gevaren. We hebben het dark web. Een plek waar eigenlijk alleen maar criminaliteit plaatsvindt. Die niet te controleren is. Die met de gewone zoekmachines niet te vinden is. En zelfs de app media, de WhatsApp van tegenwoordig wordt overgenomen door Telegram. Ook veel minder controleerbaar, minder zichtbaar. Maar ik heb het zelf even naar gekeken. Ik kan binnen 2 minuten, ook vanuit Papendrecht, vuurwapens bestellen, illegaal vuurwerk bestellen of harddrugs bestellen. Zo simpel is het. Dus daar maak ik me zorgen over. En het wordt ook tijd dat we met elkaar beseffen dat we daar ook een taak hebben. Maar weer terug naar Papendrecht. Als je terugblikt op 2019, dan besef je ineens hoeveel werk er in Papendrecht verricht is. In 1 jaar. Door de gemeente, door de raad en het college. Maar ook zeker door de vele, vele vrijwilligers, actieve inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. En als burgemeester kan je dan eigenlijk alleen maar trots zijn. De nieuwe vestiging van de ambulancedienst uit Holland-Zuid werd geopend. En diezelfde ambulancedienst kreeg ook de titel beste werkgever 2019-2020 in hun branche. Mooie prestatie. De veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid besloot fors te investeren in de nieuwe brandweerkazerne. Dus die gaat er ook komen. En ook het nieuwe politiebureau van het district Drechtstede-Buiten kreeg definitief een plekje in onze gemeente. De nieuwbouw van de gemeentewerf kreeg vorm. PKC ging naar de finale in de Ziggo Dome. Het wordt trouwens wel tijd, en ik heb net al met mensen van de PKC gesproken, dat we dit jaar gaan winnen. Want we hebben met elkaar afgesproken, doen we dat niet, dan gaat het bordje eraf in de gemeente. Er zijn belangrijke stappen gezet voor de komst van de hospice. Het Odense huis is een feit. Het is een mooi jaar geweest. We hadden een spetterend wereldfeest, een fietscircus op de markt, de Doe Duurzaam markt, de pub, de ijsbaan. Jonge Papendrechters dachten en deden mee in Papendrecht en presenteerden hun ideeën in de raadzaal. Het college actieprogramma werd gepresenteerd. De regenboogvlag werd gehesen op 11 oktober. Het nieuwe hoofdkantoor van Fokker rees op, net als de uitbreiding van Boscalis en de bedrijfshal van Scheepswerf Slop. En dat is nog maar een klein gedeelte van wat er allemaal in Papendrecht plaats heeft gevonden. Dus ja, ik ben trots. En welke woorden gaan in 2020 een belangrijke rol spelen? In elk geval het woord Drechtstede. Daar hebben we ons het afgelopen jaar mee bezig gehouden. En ook het komende jaar wordt een belangrijk jaar op dat gebied. Hoe gaat de discussie verder verlopen? Hoe gaan we met elkaar om? Hoe gaan we elkaar vinden? Want 1 ding is zeker, als de Papendrecht ligt, blijven we zelfstandig, uiteraard. Maar als het aan Papendrecht ligt, hebben we ook een goede samenwerking met onze buren. Want de regio heeft ons nodig en wij hebben de regio nodig. Het woord vuurwerk zal blijven spelen. Niet alleen in Papendrecht, maar ook landelijk. Wat we in Papendrecht in ieder geval gaan doen, is onze inwoners en instellingen ook bij die discussie betrekken. En we uiteraard blijven we ook landelijk volgen wat er gebeurt. Er lijkt zich nu in de Tweede Kamer een meerderheid af te splitsen voor een verbod op zwaar vuurwerk, op lastig vuurwerk, op vervelend vuurwerk, op overlastgevend vuurwerk.
Dus dat is een winstpuntje die we waarschijnlijk al in kunnen gaan boeken. Het is nog een hele kleine meerderheid. Maar zelfs de partijen die zeggen van ga maar aan onze deur voorbij, die lijken nu om te gaan slaan. Dus ik denk dat dat verbod er wel zou komen. Maar dan is het ook belangrijk dat we als gemeente instrumenten krijgen om dat te kunnen handhaven. Maar dat gesprek gaan we ook met u allemaal aan. Het woord geld zal een grote rol gaan spelen in 2020. Want wie denkt dat onze gemeente de warmpjes bijzit door de Eneco-gelden, heeft het mis. Want er komen best nog wat donkere wolken aan. Het sociaal domein, de tekorten op dat gebied, die komen eraan. En we zullen met elkaar een belangrijke discussie moeten voeren. Waar halen we het geld vandaan? Wat willen we blijven doen? Wat gaan we doen? En hoe gaan we dat doen? Dus geld zal een belangrijk woord blijven en worden in 2020. Een belangrijk woord de eerste paar maanden natuurlijk is de N3. Het is een klein woordje, maar wel met een hele grote ellende die erachter gaat spelen. Want volgens mij 10 weken lang gaat die dicht. En die gevolgen zullen best merkbaar zijn, ook in onze gemeente. Dus dat zal een belangrijke discussie worden. Fietsers kunnen nog wel doorgaan, voetgangers kunnen nog wel doorgaan, uiteraard de nooddiensten ook. Maar verder is het een afsluiting waar we u tegen zeggen. Een hele spannende periode ook, van hoe gaat dat? Hoe gaat dat gebeuren? En op vele manieren is het woord ook weer participatie. Gaan we inwoners, instellingen en ondernemers betrekken bij het beleid in Papendrecht? En natuurlijk een belangrijke kreet wordt 75 jaar bevrijding. Dat gaat gevierd worden. En er hoort een programma bij wat met respect terugkrijgt, kijkt op de verschrikkingen, maar ook op de helden van toen. We gaan herdenken, maar uiteraard ook een programma waarbij gevierd gaat worden dat we 75 jaar vrij zijn. Want dat betekent ook wel iets. En de 3 woorden waarmee ik wil eindigen, zijn 3 heel simpele woorden. Dankjewel. En dankjewel is gericht aan de vrijwilligers, aan de raad, aan het college, aan de instellingen, aan de ondernemers en natuurlijk ook aan onze inwoners. Dankjewel voor wat we met elkaar in 2019 hebben bereikt. En ik hoop dat we dat in 2020 nog eens een keer dunnetjes gaan overdoen. Ik sluit af met de wens die ik altijd heb met de Oud en Nieuw toespraak. En die luidt als volgt. Namens de raad, het college en de medewerkers wens ik u allen zeer genegen zoveel geluk en zegen als er druppels zijn in de regen. Ik wens u een gelukkig, gezond 2020 toe. Proost.